Een aantal dagen geleden hadden we het, althans we, want wij zaten er niet bij, maar Jelle, Koos en volgens mij waren het Joey inderdaad over soundtracks in games. En ik wist dat Shanna zou komen en toen dacht ik, damn, jij bent een en al muziek. Ja. Muziek is, is dat het, als je kijkt, games, muziek? Wat er belangrijker voor mij ja? is, absoluut muziek. Muziek absoluut is het muziek. Enige wat ik in mijn leven kan zeggen dat ik dat voor altijd... gaat doen. Altijd gaat doen. Ja. Want je maakt zelf inderdaad ook muziek. Ja. Ik zag ook dat je voor het eerst nu zelf ook gezongen hebt. Ja, ik heb al eens eerder opgetreden, maar dat was altijd met vet veel spanning en zweet op mijn rug. En, ja. dit. En afgelopen weekend was er een improvisatie jam. Die heb ik zelf georganiseerd in de kroeg waar ik werk. Ja. En dat doen we nu de laatste zondag van de maand. Okay. En dit was de eerste keer dat ik echt voluit uit mijn tenen heb staan zingen zonder dat ik me bang voelde. Oké. Okay. En dat was echt gek. En was je invaller omdat er niemand was, want dat was al gepland? Nee, het is mijn jam. Oh, oké. Okay. Dus ik ben een soort van de host. En ja. Welkom allemaal, wie er wil spelen, kom maar lekker op het podium staan. En geen covers, dus gewoon alleen maar improvisatie. Oh, wauw. Gewoon lekker spelen met elkaar. Ja. Ja, ik heb al mijn hele leven last van podiumvrees. Ja. Echt op het punt dat op een gegeven moment mijn benen het niet meer doen als ik op een podium ga staan. Nee, ik ken er wat van, ja. Ja. Dus dat heb ik de afgelopen jaren steeds elke keer een stapje een beetje overkomen. En dit was de eerste keer dat ik me echt comfortabel voelde. Okay. Het was natuurlijk een thuiswedstrijd, want het is in mijn eigen werkplek. Maar... ja, nou ja, goed. Ja. Mensen staan naar je te gluren. Ja, ja. Nee, ik snap het wel. Ik heb best wel veel opgetreden in mijn leven. Maar altijd achter een drumstel met heel veel bekkens. Ik had een enorm drumstel. Dus vet. Mensen zagen me half niet. Ik kon me stoppen, ja. Want als ik dan voor op het podium... dan. Pff. Ja, ik doe meestal alles in mijn eentje. Als ik heb een loopstation en dan doe ik gitaar en toetsen en zingen. Heb je alles staan in die kroeg? Nee. Nee, ik had gewoon mijn melodica mee, dus zo'n blaaspiano. Nee, maar ik bedoel meer van... oh, de backline. Ik zit nu gewoon in één keer gewoon te denken van... bedoel, ja, we hebben een drumstel staan en een piano en weet ik het allemaal. Dat hebben we regelmatig. Dan moeten we gewoon een keer een item dan gaan maken. Overdag, als de kroeg niet open is met de Game Kings Jam sessie. Ik bedoel, ik kan drummen, Jelle kan bassen, jij kan gitaar spelen. Ja. Joey, die wil heel graag op de samba ballen en schreeuwen. Ja, als je op de laatste zondag van de maand komt, mogen jullie allemaal gewoon meedoen. Maar er zijn er ook wel andere mensen bij die ook wel... ja, nee, maar goed. Maar wie weet, als die backliner staat en de kroeg is niet open... dan zouden we ook speciaal voor ons iets kunnen doen. Dat kan. Daar gaan we het over hebben. Anyway, in één keer zie ik... ik wil wel... ja. Ik echt nu 15 jaar lang al geen drumstel meer aangeraakt. En ik kon het verdomd goed vroeger. Dus ik zou het... lijkt me hartstikke leuk om het een keer weer te doen. Het is een klein drumstelletje, hoor. Dus, en dat maakt niet uit. Als ik maar een snare... jazz, travel dingetje. Ja, maar dat maakt niet uit. Als ik maar gewoon een bass en een snare heb en dat soort dingen. En dan is het misschien wel leuk om iets mee te... maar goed, nou dwaal ik heel erg. Okay, het gaat dus over... bedoel, muziek is super belangrijk. Nou ja, was er maandag niet. En Koos en... die drie, die zeiden ook al van... Jezus man, we kunnen hier uren nog over doorpraten. En dat heeft geen zin, want dan wordt een item 5 uur... en dat kijkt niemand meer. en het grappige is... je zit nu tegenover iemand... die standaard muziek uitzet in games. Ik kan er niet tegen. Wow, ja. Oké. Okay. Ja, nou, ik heb het ook wel eens gedaan. Ja. Als bijvoorbeeld de soundtrack heel repetitive is. Bijvoorbeeld bij Rogue Legacy of The Binding of Isaac. Ja. Dat soort dingen waar het niet echt essentieel is. En je de hele tijd roguelikes. Je bent de hele tijd opnieuw die dingen aan het doen. Ja. En op een gegeven moment zet ik dan de background music uit... en doe ik mijn eigen Spotify-lijst aan. Maar als het echt een story game is... of waar de muziek wel, dan moet het aan. Het moet aan, gewoon. Oké, ik denk dat het een verklaring zit voor een deel in dat ik andere type games dan jou en die andere jongens speel. Ik speel veel competitive. Ik bedoel, als je het hebt over soundtracks bijvoorbeeld, ik speel FIFA. Ja, maar dat inderdaad. 3000 potje per jaar, daar zitten 10 dezelfde tracks in en die hoor ik dan echt de hele tijd. Ja. Race games met dat jengelige Japanse, daar word ik al helemaal nerveus van. Ja, dat zou ik ook niet aanzetten. Maar bijvoorbeeld GTA heeft dan wel weer die autoradio waar iedereen zoveel goede herinneringen aan heeft. Want mijn broertje komt nog steeds af en toe van, moet je dit nummer horen? Ik ken het via GTA met de radio in de auto, weet je wel. Het is wel alles bepalend. Ja, en ook dat zet ik toch vaak uit gewoon. Van dan, ik weet het niet, het past niet helemaal. Maar ik wil het niet hebben over wat ik niet doe. Want er zijn wel dingen die ik muziek vind. En ik wil ook gewoon het leren en ook die dingen luisteren. Dus jij hebt een aantal tracks meegenomen. Daar zit er in ieder geval één bij. Dat is wel grappig, want die wilde ik meenemen. Maar ik zag hem al bij jou staan. Dat is de enige track die ik van A tot Z aan heb laten staan. Omdat die krankzinnig mooi was. En ook volledig in sync was met de omgeving. Maar goed. Welke was dat? Ik ben wel heel benieuwd. Welke... ja, nou, hij komt vol voorbij. Want de eerste die we laten zien is van Transistor.
Ja, dat is Supergiant Games. Dat is van okay. Hun andere game Bastion zit ook in de lijst. Ja. Ja, wacht. We moeten even... Ja, nee, we gaan eerst even luisteren. Hij komt zo in. Maar is dit dan... Hij komt nu wel. Maar nu speel je niet. Jawel. Oké, serieus? Oké, wauw. Maar hier gaat dan toch ook weer gamegeluid overheen? Nee, je hebt dan... Ja, het is wel een soort cutscene. Je hebt ook in de game een plek waar je de muziek apart kan luisteren. Mm-hmm. Een soort van hub dingetje. Ja. Maar dit is toch... Nee, dit is mooi. Hier zou je heen gaan, toch? Als het een concert was, dan... Het voelt niet als een game. Game muziek. Ja, goed. Maar dan ga ik weer naar mijn smaak toe. Ik vind het mooie muziek. Dit is muziek die ik luister. Ik vind altijd bij muziek die ik wil kijken... dan moet er heel veel gebeuren met muzikanten. Dus meestal is het of heavy... want dat vind ik, die zijn gewoon aan het performen. Ja. Of hele goede muzikanten waarvan ik muzikaal wat kan leren. Dit zou ik misschien niet 1, 2, 3 naartoe gaan... maar ik vind het wel heel lekker om te luisteren... op het strand met een headsetje op. Dit is echt... Ze gaat nu... Maar ik vind dit meer bijna een film soundtrack. Ja, maar dat vind ik juist cool. Ja. Maar waar zit het in de game? Dat zou ik niet zo met volle zekerheid kunnen zeggen. Maar dit is wel mijn lievelingsnummer uit de game. Maar het is al heel lang geleden dat ik de game heb gespeeld. Toen hij uitkwam heb ik hem gespeeld. Maar het is... Ja, het is de build-up en een soort van drum and bass-achtige... Zeker. Ik heb dat nog nooit in... Ik kan dit niet vergelijken met enige andere game. Nee, het grappige is... De game is Child of Light. Kan dat kloppen? Child of Light is... Nee, dit is van Transistor. Oh, Transistor. Ja, ik ken de game namelijk niet. Het is top-down. Bij deze muziek kan ik ook geen game voorstellen. Het is een beetje Jugendstil artstyle, zeg maar. Ja. Die Art Nouveau-achtige tekeningen dingen. Maar dan ook weer heel futuristisch. En het is top-down. En het is, als je combat begint, is het eigenlijk een soort turn-based. Op een heel schaakachtige manier. Dus je zegt van, ik ga eerst 3 naar rechts, 1 naar voren en dan map ik. Ja. En dan ga ik weer 3 dash ik terug. En dan heb je al je tijd uitgegeven en dan klik je op play en dan gaat hij het allemaal doen. Wat zeg maar. Feitelijk hele rustige gameplay is, dat dit best wel gejaagde muziek is. Ja, maar dit is volgens mij, als ik het goed weet, is dit van een cutscene. Oké. Maar ja, ze zit op een soort motor. Het is cool. Nee, maar dan snap ik het wel. Van er zit een bepaalde jachtigheid in een bepaalde... ik ben bezig met iets. En het is een beetje ook de muziek. Iets heftigs. Gaat er gebeuren of is er gebeurd? Ja. Ja, maar de muziek is ook een beetje een soort van... het is een rare mix tussen old school, als in Great Gatsby-achtige vibe. Ja. Yeah. En futuristisch met heel veel LED, neon dingen en weet ik het allemaal. Dus de muziek reflecteert dat heel erg door dus de drum en bass kant wat heel modern is. En dan de zangeres is eigenlijk meer een beetje jazzy, zachtere stem, zeg maar. Mm-hmm. En dat is de hele soundtrack door. En dit nummer is dan precies het nummer wat ik heel vet vind. Is dit van een artiest? Of is het gewoon door studio mensen opgenomen? Ik denk dat die zangeres een artiest is. Ik weet niet. Is dat Ashley Barrett of zo heet ze? Of is dat die van Bioshock? Ik weet het niet meer. Ik zou het niet weten. Nee, ik heb dat hier ook niet... Ik ben heel slecht in namen en dingen onthouden. Maar nee. Ja. Want het is wel... Ik ben vanaf het begin... Heb ik games gevolgd. En van het prille begin, ja, dat was natuurlijk allemaal 8-bit. En piep, piep, knor, knor, weet je, dat soort dingen. En pas de laatste jaren zie je dat games zo groot worden dat men... ook geld gaat stoppen in music scores. Want dat was altijd zo'n beetje het laatste ding. Oh fuck, we moeten nog muziek maken. Oké, Piet, jij hebt toch een synthesizer thuis. Nou, pingel jij nog eens wat in elkaar, weet je wel. Maar dat was het. En vandaag, bij een grote film hoort vaak, zeker, ik denk altijd aan James Bond. Zimmer, daar hoort altijd een score bij, een music score. En dat zie je bij games nu ook wel steeds vaker. Het is zo belangrijk. Ja. Als je bijvoorbeeld Outlast gaat spelen zonder muziek aan, is het niet meer eng. Het is gewoon, klopt. Als je het geluid uitzet, is het niet meer eng. Weet je wel, ja, maar ik zet wel het gameplay geluid aan. Ja, maar het geeft echt wel een bepaalde sfeer. En ook al let je er niet op, als je het weghaalt, merk je het meteen. Nee, dat zou kunnen. De tweede die je wilde laten horen is... dan Bastion. Bastion. En dan inderdaad rond minuut 2, dan wordt het vet. Dus misschien als we iets daarvoor inschakelen. Welke game? Is dit de game Bastion? Dit is dus de eerste game van Supergiant Games die ik waarschijnlijk ook
ook de eerste game die ze hebben uitgebracht, weet ik niet zeker. Ja. Maar dat is de eerste die ik heb gespeeld, die was voor Transistor. En die, sowieso de voice acting in die game is te gek. Je hebt een soort narrator en die zegt alles wat jij doet. Dus je ligt in het begin lig je op de grond. Ja. En dan moet je iets bewegen op je controle om op te staan. En dan zegt hij opeens, kid gets up, weet je wel. Ja, dit is ook... Ja, het is mooiste muziek, ja. Ja, het is een beetje folk. Ze hebben heel veel wereldmuziek, instrumenten, een luid en een, weet je wel, geen standaard bandgeluid. Nee. En de toonsoorten, het is allemaal een beetje oosters, een beetje Aziatisch, een beetje, weet je wel, ze hebben van alles wel wat. Ja. Hier zit geen vocals in. Jawel. Oh, oké. Okay. Dit is een mashup van twee nummers die al eerder zijn gekomen in de game. Ja, dit is wel mooi, ja. Ik mis toch wat doordat ik alles wegklik. Dit is te gek. Maar dit is tijdens de game gewoon. Nou ja, het ding is... Ik heb wel eens bijvoorbeeld met de music composer van Guerrilla Games heb ik gesproken. Ook nog eens een keer met Junkie XL. Die maakt ook heel veel music scores. Het is ongelooflijk complex. Omdat een game... Ja, je gaat alle kanten op. Je gaat ook steeds dood. Dus dan hakt muziek weer af. Waar begin je dan weer? Dus dat maakt het lastig. Vandaar dat heel veel muziek vaak gewoon een hoop gedreutel achter elkaar is. Repeteren. Ik word daar gewoon heel snel kriegelig van. Gewoon, deze soundtrack is gewoon een heel album. Zeg maar, elk nummer is weer anders. Ja. Het is, maar wat als je nou deze sequentie 100 keer moet spelen omdat je tijdens dood gaat? Nee, het is een heel lang nummer. Ja, ja. Nee, maar misschien dat er een bepaalde repetitiefheid in zit. Dus een loop of zo, die ze steeds kunnen gebruiken. Wat ik vind bijvoorbeeld heel vet, wat ik een mooie muziek ken. Dit stukje is op zich gewoon... Ja, nee, ja, dat kan. Dit blijft. Ja. Ja, ja, nou, misschien moet ik het gewoon wat zachter zetten. Heb je hem altijd voor 100? Muziek? Ja? Nee, 80 of zo. 80, oké. Okay. Ja. Ja, precies. Want dat is altijd dan een... Ik wil de effecten nog wel overheen horen. Zo. Nee, ja. Want bijvoorbeeld wat ik wel vaak speel is Lumines. Heb je daar wel eens van gehoord? Lumines is gewoon een soort van Tetris. En daar zit dan een beat achter. En hoe beter jij bent, hoe verder je in het level komt, hoe meer die beat voller wordt. Oh, maar dat is wel stressvol, of niet? Nou ja, dat is dus eigenlijk gewoon een extra... Nee, het is meer zo van... De muziek wordt steeds rijker naarmate je beter bent. Okay, dus je krijgt een extra reward. En ik heb wel eens met die gast gesproken van... The next step is dat... Voor componisten is dat op het moment als jij... die games die worden ook steeds meer open wereld. Dus dat maakt het ook weer eens complex. En als je links afgaat... Ja, Lumines. Maar het is gewoon een soort Tetris. Ja, het is een Tetris game. Dat is dit waar ik het nu over heb. Ik ben waar... vet verslaafd geweest aan Tetris. Nee, precies. Dat is een gevaarlijk game. Ik weet zeker dat je het heel tof vindt. Bij een open wereld kan je links afgaan of rechts afgaan. Kom je een hele andere wereld uit. Dus wie weet een heel andere kleur qua muziek. Je kan verschillende quests gaan doen. Je kan op een andere manier spelen. Je kan je character buffed maken. Maar misschien ook juist meer magic. Het zijn allemaal verschillende inputs voor muziek. En dat maakt het zo... ontzettend complex. Het lijkt mij zo mooi als je games hebt. En wie weet heb je die ook wel. Waarbij je door de manier waarop je speelt de muziek daarop aanpast. Dat is een beetje wat waar op dit moment componisten nog mee worstelen. Ja, het is eigenlijk... Dan wil je een soort choose your own adventure. Maar dan muzikaal gezien, zeg maar. Van als ik links ga en ik ga meer richting stealth. Of weet ik. Ja. Dat het dan meer geheimerig wordt. Zoiets. Dus voor een film is het heel makkelijk. Dat zei Tom Holkenborg ook altijd, Junkie XL. Van, dan weet je gewoon wat score. Er gaat gebeuren. Ja. Exact. Ja. En daar componeer je gewoon op. Maar ja, al die lijnen, die maakt het nou juist zo uitdagend. Ja. En ik vind dat soms nog gewoon in games niet goed. Het is altijd hetzelfde, terwijl je misschien een hele andere vibe zit op dat moment in die game binnen jezelf. En dan matcht die muziek niet helemaal. Ja, ik speel heel veel hele lineaire spellen, dus wat dat betreft is het wel weer makkelijker. Ja, de volgende game is dus de game die ik ook wilde. En dat is namelijk Ori. En het maakt mij echt geen bal uit of het nou Will of the Wisp is of Blind Forest. Maar deze muziek... Kan ik op de piano ook. Zo mooi. Ja, hier kreeg ik inderdaad wel emoties van. Dit is gewoon een main menu, hè? Ja, ja. Ja, dit is prachtige muziek. En het past ook zo goed bij de gameplay. Het is namelijk heel zielig in het begin. Ja. Volgens mij zijn moeder gaat toch dood? Degene die voor hem zorgt. Ja. Spoilers. Maar ja. Ja, mensen moeten allemaal lang moeten spelen. Fucking hell. Je gaat dood om hem te redden. Ja. Ja.
Ja, dit is wel vet. En ik vind ook een toevoeging dat ze geen woorden, maar gewoon wel een stem, maar geen tekst. Ja. Want in de game hebben ze ook niet echt voice acting. Ze hebben wel voice acting, maar niet woorden. Nee. Ze zeggen niet. Ja, precies. Ja. Dat. Ze hummen. Ja. Ja, dus ik vind het fijn dat ze niet woorden zingen, maar gewoon wel een vrouwenstem. Ja. Want ik vind wel, ja, het heeft wel een hele vrouwelijke energie. Die sowieso die lampjes en die hoe de game eruit ziet, vind ik op de een of andere manier een vrouwelijke energie hebben. Als dit een mannenstem was geweest, had het niet gepast. Nee. Zeg maar. Maar dit is toch gewoon, dit is carré waardig. Zeg maar. Als je dit zou kunnen meekrijgen in een concertzaal, dat zou toch vet zijn. Nou, het is ook steeds populair, hè? Van die concerten met game muziek erin. Ja, ja. Het is alleen, vind ik altijd heel vaak, of Zelda of Final Fantasy. Daar ben ik dan weer net geen fan van. Ik maar ook dus niet. Nee. Maar ik snap dat mensen de muziek tof vinden. Ja. Maar de games zelf zijn niet mijn type gameplay. Nee. Maar dit is de perfecte. Deze game is ook 100% mijn ding. Want ik hou van platformers en rare dingen als Celeste, van die skilled platform games. En de soundtrack van dat stuk met die boom, dat die boom onder water komt en dat je omhoog moet de hele tijd. Ja. Dat weet ik nog zo goed, dat die muziek echt zo je opzweept. Ja. En dat je eigenlijk meer stress krijgt van de soundtrack eigenlijk. Ik zit ook even te luisteren, meer muzikaal technisch. Van, dit is ook ik hoor de loop inderdaad. Ja. Ja, wel niet zeg. Nee, je hoort hem niet knippen, maar je hoort wel dat gewoon herhaald wordt. Er zit een thematiek in die de hele tijd op andere manieren herhaalt. Ja, dit is prachtige muziek. Gaan we naar een andere game toe. Ik ken de game. Het is Ico. Ja. Ook een oude game. Ik voel wel aankomen wat hier ongeveer qua muziek. Want ik heb mezelf niet echt gespeeld. Van de makers van Last Guardian en Shadow of the Colossus. Ik wou Shadow of the Colossus er eigenlijk ook in doen. Maar dat is toch meer een beetje boss battle muziek. En tussendoor is het niet zo heel interessant. Maar van Ico vond ik het wel. Ja, het past zo goed bij het spel. Ja. Al die dingen van die studio passen goed bij het spel. Maar ik vond dit wel. Je moet even wachten tot hij een beetje inkomt. Ja. Dit is trouwens een heel oude Je houdt van keyboards. Dit is echt zo'n Japanse synthesizer geluidje. Ja. Oké, ik snap deze. Want eigenlijk ben je met z'n tweeën het hele spel. Het is een soort journey-achtige game waar je gewoon. Yeah. Iemand aan zijn handje meeloopt, zeg maar. Ja. En samen puzzels oplost en naar buiten wil komen. En ik ben hier gewoon niet. Het is grappig, als ik de muziek los hoor, vind ik het fantastisch mooi. Maar in die game, ik zit te veel in die game. Ben ik te veel bezig met, ik moet goed presteren. Ik hoor die muziek dan niet of ik vind het irritant. Dat is zo raar. Echt? Oh. Ja. Maar als ik het zo los hoor, dan kan je het ook gewoon op de radio. Of Engels zingen. Dat is maar wel. Ik weet niet of ze een Engels zingt, maar. Het is ook een heel rare maatsoort. Ik denk een soort of een heel jong meisje, of dat het bijna een kind is. Ja, het is een kind. Maar het spel is ook een kind. Ja. Maar het is een soort rare wals. Maar door die snare klopt die net niet. Dus het is best wel experimenteel, terwijl er hele traditionele instrumenten worden gebruikt, zoals die soort van gitaar die je hoort. Ik weet niet hoe het echt heet. Maar dat is zo'n Japanse. Ja. Soort Japaners. Sitar-achtig. Hebben altijd heel veel muziek in hun games gestopt. Alleen, dit vind ik dan de mooie variant. Ze hebben ook hele. Ja, die elektrische gitaar. Altijd een beetje van dat plastic gitaarpop. Ja. Van die Yamaha guitar-achtige dingen. Ja. Wat heel vet kan zijn. Maar als je het één keer hebt gehoord, heb je het allemaal gehoord. Ja. Ja. Maar ik vind dit. Ik zou dit ook gewoon luisteren. Jazeker. Ja. Dit is hele mooie muziek. Het is ook een beetje spiritueel. Ja, een beetje folky, Noordisch. Ja. Ja, doet die vocals een beetje denken aan Kay Kulning, van dat Zweedse gezang. Wat een koeien ding bij elkaar te roepen. En het is travel. Iemand die op travel is. Een reismuziekachtig gevoel. Ik vind het heel erg toevoegen aan de game. Ja. Ja. Snap ik. Dit zou ik nooit uitzetten. Zou je dit uitzetten als je de game speelt? En dan denk je, ik zet gewoon even Martin Garrix op. Nee. Dat niet. Ik doe het dan meestal vrij snel vanaf het begin. Maar nogmaals, ik heb Ico niet gespeeld. En wie weet hoor ik het ook gewoon niet. Het ligt dan echt gewoon aan mijzelf dat ik niet hoor. Want als dit los is, vandaar dat ik ook leuk vond om een keer gewoon van iemand te horen die er wel heel veel oor voor heeft. Dus dat klinkt raar. Ja, maar ik speel ook heel veel
indie games. En in indie games vind ik de soundtracks vaak meer... Dat is een soort van kunst natuurlijk. Ik vind indie games een soort van kunst. Vaak. Ja. Zoals Ori. Dat is gewoon een kunstding, toch? Dat ja. is een kunstproject. En de muziek moet dan ook kloppen. Terwijl bij FIFA snap ik dat ze daar wat lakser in zijn qua welke muziek ze daaronder zetten. Want het voegt weinig toe aan de ervaring van het spel, zeg maar. Het ding is denk ik gewoon dat je verkoopt een game niet op de muziek. Ja. En nou ja, deze dat verkoop je ook niet op de muziek. Maar het is wel... één geheel. Nee. En niet een los iets wat ze achteraf gaan beslissen. Maar indies zijn daar wat meer bij bezig om het totale pakket. En ik denk wat natuurlijk ook meespeelt is dat muziek maken is moeilijk, maar het is niet per definitie heel duur. Hangt vanaf bijvoorbeeld, of jij een heel orkest moet inhuren dan. Ja, maar ik heb het meer over als je het hebt over AAA graphics, weet je wel, dat hele complexe. Mm-hmm. Daar zijn honderden mensen bezig met programmeren en met levels bouwen en AI en al dat soort dingen. En bij Guerrilla was dat gewoon één iemand die componeerde en dan werd er een orkest ingehuurd en dan werden de 10 dagen werd opgenomen, that's it. Ja. Dat is... En zeker bij indies denk ik... Kijk, dit, ik vind Ori vind ik meer double A, weet je wel. Dat is niet indie. Dat is al wel een studio wat verder is. Maar als we het over indies hebben... Ik weet, in Nederland zijn er heel veel mensen... die gewoon één iemand hebben die alleen maar met de muziek bezig is. Ja, absoluut. Of vaak is het gewoon één guy. Stardew Valley. Maar dat is niet... één guy die alles heeft gemaakt. Ja, maar dat is... één iemand kan alles doen met muziek. Maar één iemand kan maar zoveel... doen. Qua editen, maar zoveel doen, qua levels bouwen en dat soort dingen. Dus ik denk dat het voor indies al wat minder een kostenpost is dan bij AAA. En die games zijn misschien ook wat met open wereld is gewoon wat misschien wat lastiger. En bij een platform game kun je wat mee en doen. En maar... als GTA of FIFA, dat is natuurlijk die nee. kopen gewoon nummers die al bestaan, weet je wel? Er zit ook gewoon, niet de Stones, maar wel gewoon hele bekende nummers in. En ik weet, en ik heb die betalen daar gewoon grof geld voor en dan zijn ze er vanaf. Nou, dat zijn. Ik weet van bijvoorbeeld de hoe heet dat nou? Guitar Hero en had je ook nog Rock Band. Ja. Dat bijvoorbeeld Aerosmith die was al helemaal een beetje aan het wegzakken. Toen is er een Aerosmith version gekomen. Toen hebben ze daarna ontzettend veel gigs gehad en werden hun platen weer heel erg verkocht. Die verdienden er wel veel geld aan. Ik weet van 2 Nederlandse bandjes hebben in FIFA gezeten en die daar kreeg je bijna niks voor als band. Maar die zijn daarna zo bekend. Althans, ze krijgen enorme... Indirect hebben ze heel veel boekingen en zo en dat soort dingen. Maar dat is... Ik ga ook niet in mijn kroegbandjes vragen van... kom je spelen voor de exposure? Weet je wel, je moet gewoon betalen. Dat is ook enorm het probleem. Vooral als je EA bent. Ik bedoel, voor EA is dat echt niet zoveel geld. Nee, maar ja, that's the way it go. Ubisoft heeft er ooit vreselijk op zijn kloten voor gehad. Die hadden op een gegeven moment een... niet influencer, maar muzikant, jij, weet je. Je had thuis, zei ze van, hey, maak een music score, weet je al. En dan kreeg je €5.000. En dan bezaten ze ook meteen alle rechten van jouw music score. En dat eigenlijk zeiden ze van, weet je wel, we hebben een hele vette game. Daar kan jij in komen, zend je muziek in. En als je dan in onze game, krijg je ook nog eens een keer €5.000. Terwijl die game misschien wel, ik weet niet of die dat gedaan heeft, maar miljoenen keren verkocht kan worden. Ja. En ze dus veel meer geld daarmee kunnen verdienen. En voor jou 40.000 anderen, weet je. Ook. Nee, maar dat is het probleem. Maar dat was wel van, muziek blijft altijd dat ondergeschoven kindje, weet je. Ja. Van, oh fuck, hebben we nog wat geld over voor de muziek, weet je. Oh, weet je, laten maar we bij gewoon... indies vind ik dat dus niet zo. Nee. Dat is vaak wel echt heel erg over nagedacht. Van, oké, we moeten ook muziek hebben die erbij past. Die moet custom zijn. Geen nummers van iemand anders die er al zijn. Nee. Dat iemand gewoon echt bij die game gaat zitten en kijkt, oké. Wat voel ik als ik dit speel? En hoe zet ik dat om in iets wat ik kan horen? En dan dat gewoon helemaal gaat uitwerken. Dat is zo fucking veel werk. Dat is briljant, echt heel erg waard. Wat is, denk jij, als je aan 10 gamers op straat... heb ik het wel over avid gamers. Dus gamers die vaak gamen. Die een beetje GameKings kijken of andere game media. Dus niet de casual gamer. Als ze mogen één... tune noemen, één soundtrack, één bekende soundtrack van een game. Welke zouden ze dan? Ik denk Final Fantasy. Final Fantasy? Ja. Ik denk een andere namelijk. Ik denk dat ik hem wel ook hierin heb staan. Misschien. Je hebt Final Fantasy hier staan, maar ik denk ook Doom. Ik denk namelijk Halo. Ja, oké.
Dus ja, volgens mij hebben die app al klaar. Dat is een hele vette soundtrack, maar die vind ik dan zelf weer, die zou ik zelf weer niet luisteren of zo. Dus die heb ik niet in mijn lijstje gezet, maar ik kan niet ontkennen dat dat gewoon legendarisch is natuurlijk. Ik denk dat dit de meest bekende tune is. Tuurlijk, maar je hebt ook filmpjes van mensen die dan op de wc en ja. Ja, ik hou mijn vader zong vroeger altijd in koren. En ook volgens mij is dit Gregoriaans of zoiets, weet je wel. En dat vond ik echt, als je dat in een kerk hoort of in zo'n galmende zaal. Imposant. Dat is waanzinnig mooi, ja. En dat heeft dit ook een beetje. Maar ik denk dat inderdaad dit een van de meest bekende tunes is met bijvoorbeeld een Mario-tuntje. Tetris of... Tetris, dat soort dingen. Maar je hebt er wel een Final Fantasy bij staan. Ja, want ik vind dus de Final Fantasy 10. De games zijn niet voor mij. Nee. Maar ik heb heel lang muziek gestreamd. Ja. En dit is het meest aangevraagde nummer van gaming die op mijn stream werd aangevraagd, omdat ik piano streamde. Maar wat mensen vroegen dan dat nummer aan, die ging jij spelen? Of ja, ik speel op gehoor. Dus ik luister, ik luister het dan 2-3 keer en dan kan ik het spelen. Oh, wauw. Op piano natuurlijk. Toen zijn herkend is dit. En ja, dit is gewoon heel mooi. Dit is het intro. Dus dat moet nog even inkomen. Maar kijk, het is niet mijn game, maar ik kan niet ontkennen dat dit... Ja. Ik had ook graag piano willen spelen. Ik heb het geprobeerd. Ik heb 1 jaar les gehad, maar het ging mij te langzaam. Te langzaam? Ja, qua drummen kon ik naar het conservatorium, maar ik wilde gewoon... Daar moet je een test voor doen. Er konden maar 3 mensen in Nederland naar slagwerk opleiden, dus dat haalde ik nog. Zo goed was ik dan net ook weer niet. En als je dan begint met piano, ja, dan vuur release, weet je wel. Dat kon ik dan net. Dat begin duurt zo lang. En ik wilde gewoon... Ja, dat is het. Maar als je het eenmaal hebt, dan ga je wel hard. En toen geen geduld. Je moet eerst je linkerhand en je rechterhand apart, zeg maar, kunnen besturen. Ja. En als je dat kan eenmaal, dat je links meegaat met het tempo van rechts of zo. Ja. Maar dat heb je met drummen ook natuurlijk. Ja, precies. Maar dan als je iets op een bepaalde soort muziek op niveau kan. En ik natuurlijk ritme en noten is weer wat anders. Dan moest ik ook noten leren lezen. En ja, precies. Toen ben ik ermee gestopt. Ik had een goede vriend op school en die kon waanzinnig piano spelen. En die speelde ook volgens mij in het Holland Casino. Dat was een bijbaantje, want hij kon alles bij elkaar klingen. Ja. Gewoon gaan zitten en dan maakt niet uit. Ik heb conservatorium gedaan, klassiek piano. Oké, serieus? Niet afgemaakt, maar wel gedaan. Er waren maar 15 mensen per jaar en toen ben ik gestopt na een jaar. Dat wist ik niet. Ik dacht dat je gewoon wat op de gitaar tokkelde. Maar, nee, ik ben klassiek pianist. Oh, oké, wauw. Maar dit, nou, dan gaan we eens een keer een piano hier neerzetten. Ja, vind ik leuk. Dat vind ik wel leuk. Ik speel, als je zegt, hier speel dit en je laat het me horen, dan kan ik het wel. Weet je, volgens mij hebben we 15 juli willen we de barbecue doen. Dan gaan we hier een... je hebt een keyboard thuis, toch? 15 of niet? 15 juli ben ik je bent... TwitchCon. Oh. Ja. Waarom doe je een barbecue tijdens TwitchCon? Ja, dat weet ik niet. Omdat wij niet naar TwitchCon gaan natuurlijk. Als het overdag is, kan ik gewoon belen. Het is ik heb al een vakantiedag daarvoor. Dus. goed. Kom later wel. Okay. Ja, ik heb het spel zelf nooit gespeeld. Maar dit is wel het meest aangevraagde nummer op mijn stream als ik piano ging spelen. Oh, wow. En ik vind het echt heel mooi. Ik zou dit wel echt luisteren. Maar het is gewoon niet mijn gameplay. Daar ben je niet gek van. Nog een keer Final Fantasy. Nee, ik vind ook gewoon die turn-based combat dingetjes vind ik niet fijn. En sowieso Asian... Maar steeds hetzelfde nummer spelen. Dat maakt me niet veel uit. Nee? Okay. Als het maar niet Wonderwall is. Op een gegeven moment was Wonderwall €50 om aan te vragen. Op die fiets, ja. Even kijken. Ja, de volgende, die ken ik wel. Doom natuurlijk, metal. Super vet. Ze hebben hier ook een BAFTA voor gewonnen trouwens. Oké. Ja, hij wordt een beetje, een timestamp een beetje bijgezet, maar... 1 minuut 30 ongeveer, ja. Dus ze kunnen ze een beetje doorschuiven naar 1 minuut 30. Ik weet, er is nu net een game uit, die heet Metal Hellslinger of Singer. En daar kan je dus een shooter spelen. En je moet op de beat van de metal moet je raak schieten. En hoe beter je dat doet, hoe heftiger de muziek. Dus het is wel een soort van, hetzelfde als Lumines. Ja. Met superbekende metal singers erbij. Gewoon van de grote jongens. Vet. Die eraan meedoen, inderdaad. Ja, dit... Ja, Doom is ook waanzinnig. Ik denk dat hij nu een beetje inkomt. Er zit ook nog een heel orkest bij, dit. Maar ik vind het sowieso... Ik ben nu een jaar begonnen met produceren. Ja. Yeah. En als ik nu dit luister, kan ik het veel meer waarderen dan 2 jaar terug. Oké. Omdat gewoon qua sound design... Ja. Die rare dubstep-achtige geluidjes kosten zoveel moeite om te maken überhaupt. Die staan gewoon niet, hè. Alles is overstuurd. Ja, maar de... Ja. Dat dingetje, dat alleen al dat maken is gewoon...
Ja. Allemaal ontwerpen en kleien en boetseren met geluidgolven, weet je wel. Dan moet, dit is gewoon natuurkunde. Ja, het zijn vaak, is zo technisch. Het is zo zijn wel vaak autodidacten van mensen die gewoon die tools hebben gepakt en die zijn gewoon gaan pielen. Ja, maar dag het is in, wel dag echt uit. Gewoon, je manipuleert gewoon geluidsgolven ja. met stroom. Super tof. Met aan-uitstroom, zeg ja. maar, AC/DC. Ja. Volgens mij was het ook een hele bekende kerel die dit... de leider was van de music score van Doom. Het kan ook één man zijn, maar meestal doen ze dat wel met een aantal mensen. Ja, het was die guy met dat lange haar. Ja. Kan je het opzoeken? Nu ben ik het zat. Maar als jij doorpraat, ga ik Oké, bla bla bla. Nee. Ik wil dat hij even opbouwt naar iets, want het is een raar stukje waar we hem nu op hebben ingezet. Composer. Mick Gordon. Mick Gordon. Ja. Ja. Is dat die met lang haar? Oh shit, ik heb het net weggehaald. Ik weet namelijk dat die volgens mij met ruzie is vertrokken. Uh-oh. Ja, maar deze soundtrack heeft prijzen gewonnen. Ja, 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 ja. Het was echt... maar omdat Doom is ook best wel repetitive, zeg maar. Qua gameplay is het gewoon schieten en rennen. En dan, weet je wel, het is wel heel vet. Maar de soundtrack maakt dat je door gaat spelen, toch? Want als het is heel dreunend, Je blijft in die focus, zeker. Omdat die soundtrack meesleept. Als jij je eigen muziek hieronder zou zetten, zou het na 10 minuten wel saai maar dat, zijn. Dat doe ik sowieso nooit. Dat vind ik... ik weet van heel veel FIFA-spelers die hun eigen muziek meenamen... dan met de oortjes onder de koptelefoon deden... om dan hun eigen muziek... waarschijnlijk om je rustig te houden. Maar dat bij FIFA snap ik het wel. Maar bij dit, dan moet je echt zo specifieke playlists bouwen... wil je dat... Ja, nee. Ik vind die soundtrack van... Ik heb zelf trouwens Doom... dus dit spel heb ik ook niet, niet gespeeld. Grappig. Maar ik wel ooit Doom gespeeld, maar deze met die soundtrack dus niet. Maar ik heb die soundtrack wel in mijn Spotify staan, die hele lijst. Is Doom niet ook met Trent Reznor? Of is dat Quake? Dan moet je even opzoeken. Even kijken hoor, Trent Reznor. Want die, dat van Nine Inch Nails. Ja, dat vind ik fantastische game muziek. Ja, maar dat is ook zo lekker duister en zo, crunchy af en toe, weet je wel. Maar die soundtrack van Doom is echt... Het is echt metal en dubstep en vage... Ja, Doom heeft hij ook aan mij gewerkt. Hè. Ja. Ja, nou ja, perfecte ja, muziek. Ja, het is gewoon lekker duister. Ja, je had er nog één. Child of Light, inderdaad, ja. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Gemaakt door de zangeres is Kurt de Piraat. Zij is Canadees, Frans-Canadees. Ik verstond Kurt de Piraat, maar... Kurt de Piraat. Kurt de Piraat. Ja. Oké. En zij zingt, zij is van Mistral Gagnant. Misschien ken je dat liedje. Nee. Het is ook gewoon... Ja, het is gewoon een hele mooie... Ja. Het past ook zo goed bij het spel. Ik weet niet of je het spel hebt gezien of gekeken. Of... Nee, ik krijg hier de neiging van om weer op een bank te gaan liggen. En een beetje zo naar Franse de hemel te kijken. Chanson-achtige. Ja. Ik hoop dat haar stem ook nog komt. Sorry. Ik word hier zo layback van. Ja, dat is het punt. Het is niet dat mijn gevoel. Gewoon heel, hele chille... Ja. Ja, zeker chill. Chille game ook. Met een, ik denk een cello. Ook. Ik vind cello, als ik één instrument nog zou kunnen leren, zou het cello zijn. Mooi instrument. Nou, ik vind heel veel instrumenten mooi. Ik heb alleen, ik wil het niet een klein beetje kunnen. Ik wil het echt kunnen. En daar heb ik gewoon geen tijd meer voor. Zij heeft echt een hele, ik weet niet of haar stem in dit nummer zit. Maar ja, harp vind ik ook zo mooi. Ze heeft een hele mooie stem ook. Ja, die mis ik wel stem op een gegeven moment. Nu ja, maar nu ik weet niet of dat in dit nummer... Nee, maar hier snap ik wel van, hier kan ik me wel gameplay bij voorstellen. Het is gewoon, het heet Child of Light. Het is, je voelt al dat dit gewoon... Hier worden geen zombies uit elkaar getrokken. Nee, toch? Je voelt dat dit lichter, het is lichter, het is warm, het is... Ja. Het zou wel een leuk experiment zijn om gewoon allerlei games aan te gaan zetten en dan totaal andere muziek eronder te zetten en kijken hoe fucking vreemd het gaat worden. Ik inderdaad. Vind het heel wholesome. Doom met dit spelen. Qua muziek, zeg maar. Ja, dit is zeker wholesome, ja. Maar ook ergens een beetje triest. Zeg maar, zit ergens een soort van melancholisch iets in. Ik vind het echt heel mooi. Is het, zit het dan in mineur, de toonsoort? Even luisteren. We zijn nog niet terug naar huis. Ja, het is een mineur. Ja, dat daar hoor je dit vaak. Dit is thuis, dit akkoord. Oké. Okay. Ja. Nee, dit kan ook iets zijn van een meisje wat of een kind wat verdriet heeft omdat de moeder overleden is. Nou, het is wel een soort van dapper, vind ik. Ze is wel in haar eentje door dingen aan het trotseren en ze blijft hoopvol. Het voelt wel hoopvol. Of zo. Ja, ik vind het... Het kan allebei de kant op gaan. Het zegt heel veel. Ja, ze gaat ervoor, maar het zou ook zomaar fout kunnen aflopen. Ja.
Maar het zijn zo, ja. Ik vind het zo moeilijk om een lijstje te maken van dit. Want er zijn zoveel soundtracks. Cuphead bijvoorbeeld vond ik een honorable mention. Ja. Omdat dat gewoon... ja, dat past zo goed bij het spel. Het spel is zo oldschool animation. Dat de muziek daarvan is ook gewoon een beetje die 40s, 50s. Zeker. Een beetje Fallout muziek, zeg maar. Fallout sowieso. Ja. Geniale muziek. Last of Us zit ook hele mooie muziek in. Ja, maar ik heb voor de reden dat ik Fallout er niet in heb staan... is dat die muziek niet gemaakt is voor het spel. Ja. En dus ze hebben echt oude nummers gepakt. Die jongens hadden allemaal tracks van games die zij spelen. En jij komt met heel veel tracks die je niet per se speelt. Maar wel de muziek van luister. Maar luister je dan... luister je dan meer naar muziek van games? Of is het meer gewoon van... als er een soundtrack is, dan check je hem even of zo? Ja, meestal gaat het mijn broertje komt wel eens met dingen. Ja, van, dit moet je even checken. Of toen Doom die soundtrack won een BAFTA voor best soundtrack. En ik was daar toevallig op dat evenement. Dus toen heb ik die soundtrack gecheckt. Weet je, ik kom een beetje zo in aanraking. En dan is het niet per se mijn type gameplay. Nee. Ori bijvoorbeeld wel weer heel erg. Ja, ja. Cuphead natuurlijk ook heel erg. Bastion en Transistor allebei ook. Okay. Maar dingen als Doom vind ik gewoon niet zo heel interessant om te spelen voor mij. Snap ik. Maar dan denk ik wel van, hij heeft een prijs gewonnen. Ja, voor die muziek. Ja, ja. Dan moet ik die muziek wel even checken. Weet ja, oké. Is wel een interessant uitgangspunt. Ik ga jou gewoon een keertje bij die gasten neerzetten. Om verder te praten over muziek. Tenminste, als jullie het allemaal leuk vinden. Laat het ook even weten in de comments. We hebben natuurlijk vorige week de warme babbels gehad over muziek. Nu weer. Het is niet dat we het elke week moeten doen. Maar af en toe even praten over muziek in games. Het is een ondergeschoven kindje. Ik zal ook beter mijn best moeten doen. Maar het is hierbij wel... je echt, sorry dat ik je onderbreek, opgelet dat de muziek, de meeste van deze dingen, de muziek is voor de game gemaakt. Ja. Dus kijk, dat Fallout heeft ook een hele vette soundtrack. Mm-hmm. Maar die nummers bestaan al. Zeg ja, dus okay, daar heb ik een beetje wel op geselecteerd. De GTA, dat soort dingen gewoon van... Voordat er mensen zeiden, dit is wel echt gecomponeerd voor de game. Maar dat hadden volgens mij die gasten over het algemeen ook wel. En er gebeurt wel heel veel. Het wordt steeds belangrijke muziek. Er gaan steeds betere mensen op zitten. Toffere zangeressen, zangers, bands. Echt zo. League of Legends heeft ook een hele K-pop band in elkaar geknald, weet je. Daar word ik dan wel weer heel erg zenuwachtig van. K-pop. Ja, maar ik vind het wel cool dat het wel masht met elkaar, weet je. Ze hebben ook Imagine Dragons is ook heel erg betrokken bij Riot Games. En dus het wordt wel steeds vaker groter gemaakt. We gaan het zien. We gaan er binnenkort nog een keer aandacht aan besteden aan muziek en soundtracks in games.